Om het tekort aan veeteeldeskundigen op te heffen, volgen enkele medewerkers van LVV de studie Animal Production and Health Technology op het Polytechnic College Suriname. 17 studenten van het PTC, onder wie 11 LVV-medewerkers, hebben op vrijdag 2 augustus een veldbezoek gebracht aan het visbedrijf Surifish Farm NV te Stolkertsijver. Het bezoek stond in het teken van het praktisch gedeelte van het vak Aquaculture, Production and Management van de eerder genoemde studierichting en had als doel het theoretisch gedeelte terug te zien in de praktijk. De studenten studeren uiteindelijk af als Animal Production and Health Technician. Dat ook LVV'ers deze studie doen, heeft te maken met het gegeven dat Suriname al jarenlang een groot tekort heeft aan veeteeldeskundigen. Bij Surifish Farm NV hebben de studenten kunnen zien waarop ze moeten letten bij het kweken en vangen van vis en ook hoe de verschillende types zwampen worden onderhouden.